Tweemotorige bommenwerper ligt na een noodlanding op de startbaan andere vliegtuigen in de weg. Zo begon op het marinevliegkamp Valkenburg een demonstratie van een nieuwe kraanwagen die bij uitstek geschikt is voor het snel opruimen van moeilijk verplaatsbare obstakels. De wielbasis kan vergroot worden van 3 meter tot 4,25 meter, waardoor de stabiliteit verhoogd wordt. De achterwielen zijn 2,25 meter hoog en de banden alleen wegen elk een ton. De Koninklijke Marine werkte niet alleen mee, maar was ook al ingewerkt op de simpele bediening van de kraan, die een hefarm heeft welke langs hydraulische weg in de vereiste stand kan worden gebracht. In een ommezien van tijd was het vliegtuig dat 9500 kilo weegt aan de haak geslagen. Het ging er nu alleen nog maar om op te halen. En ook daarvoor was niet veel tijd nodig, want de hydraulische takelmachine die zijn kracht ontvangt van de tractormotor doet het werk wel. De toeschouwers kregen te zien wat hun beloofd was. Binnen enkele minuten na de noodlanding hing de onhandelbare Mitchell weer in de lucht en was de startbaan vrij. Dankzij deze nieuwe kraan die met zijn tweewielige tractor gemakkelijk bestuurbaar is, zelfs op moeilijk terrein.